Oosterbaan nu under the gun. Ja, daar gaat hij all in. Kan ik bijna niet anders met 5 big blinds. Hij is all in. Up, daar is de. Daar is het kloppen op de borst weer. Wordt gevolgd naar Bart Benen in de small blind hier in de witte blouse. Want Jay staat er helemaal klaar voor. Call gemaakt door Bart Benen. Volt van Kordijen. Aas koning bij Benen. Jay Oosterbaan 9-4 harten voor Jay en Aas koning. En Jay heeft hulp nodig. Maar lifeguard 35%, niks aan de hand. En u ziet hem hier in spanning toekijken. Dan gaan we naar de flop. Vrouw 8-5, helemaal niks gehit. Dus Jay moet nog iets in te vinden. Moet nog even wat extra klopwerk verricht op de borst. Een vijfje, bord pair en de river is een. Een 6 op de river. En daarmee zit het erop voor smaakmaker in dit toernooi, Jay Oosterbaan. Hij heeft het geprobeerd, het wilde niet lukken. 4 spelers over en ik loop even naar Jay toe. We zijn er, hier staan we met de nummer 5 in het WSOP Circuit, de main event. Jay, allereerst gefeliciteerd met je 5e plek. Ja man, dankjewel. Hoe voel je je nu? Weet je, ik denk dat ik wel gewoon het maximale eruit heb gehaald. Ik heb goede payjumps gemaakt. Ik ben nooit echt, ik kwam als 9e aan de finale tafel van de 10. Het ging hard, ik heb de laatste 6 gehaald. Ik ben er wel echt blij mee, weet je. En nu ook, ik was kaartdood. Als ik wat handjes zou krijgen, had ik eerder geschoven, maar 7-3, boer 2... Weet je, dat zijn geen handen om te schuiven. Helemaal niet tegen die big stacks daar zo. Dus op zich prima gedaan toch, denk ik. Ja, lijkt me wel. Heel even wat checken bij jouw geluid. Ja, klopt helemaal. Hartstikke goed. ik ken jou eigenlijk niet als speler in grotere toernooien. Klopt dat? Heb ik jou overigens gezien? Dat lijkt me niet mogelijk. Nee. Ik heb wel een paar main eventjes gespeeld. Mm-hmm. Nooit echt goed gecashed op zich. Ik speel wel veel poker. Ik speel een beetje home games. Ik speel gewoon toernooitjes hier zo van, weet je, die van 100 euro, 200 euro, dat soort dingetjes. Maar op zich niet. Dit main event heb ik nu voor het eerst gespeeld. Is niet slecht, toch? Nou, dat lijkt me heel erg goed dan, 5e plek. En het valt me op, je hebt een mooie stijl aan de pokertafel. Veel pokerspelers zitten er een beetje rustig bij, jij niet. Weet je, ik heb altijd gezegd, mocht ik gewoon ver komen in grote toernooien, ik blijf doen wat ik doe. Dit doe ik bij 50 euro toernooitjes, bij 100 euro toernooitjes. Dan waarom zou ik het niet doen mijn toernooi van 2 ruggen? Dat snap je? Ik vind die emotie wel mooi. Je zit er lekker in. Ik ben heel bijgelovig, weet je. Ik doe dat al. Voor mij brengt dat geluk in mijn hoofd. Ja. Veel mensen zullen bullshit vinden, maar dat werkt voor mij. Dus ik blijf het ook gewoon doen. Ik voel me daar goed bij. Ik ben best wel gewoon een emotionele jongen, zeg maar. Ik uit emoties, laat me zo zeggen. Dat is wat je ziet aan tafel. Voor een kijksport als poker alleen maar heel leuk. Dus bedankt daarvoor. We hebben ervan genoten de afgelopen dagen. Altijd goed. En we hopen je natuurlijk nog een keer terug te zien aan een finale tafel. Wat is jouw volgende pokerstop? Of heb je nog niet echt iets in gedachten? Nee, ik pak wel zeg maar 2 of 3 toernooitjes per jaar in het buitenland. Ik ben wel van plan dat meer te gaan doen. Maar even kijken wat het volgende is. Ik ga nu even lekker rustig genieten. Het zijn wel lange dagen geweest, weet je. Je hebt 10 uur gezeten, 4 dagen lang. Dus nu even rustig aan en... Hier zullen we snel weer zien op een groot toernooi, 100%. Mooie prijs op zak, ongeveer 16.000 euro uit mijn hoofd. Dus geniet ervan, gefeliciteerd. Is niet verkeerd, hè? Nee, zeker niet. Dankjewel. Bedankt voor nu. Dank voor het interview. Ja, graag gedaan.